Darmkanker is gelukkig een proces dat traag is. Een kleine polyp, enkele millimeter groot, die binnen in de dikke darm ontstaat en die uitgroeit tot een groter kwaadaardig gezwel, dat is een proces dat niet weken of maanden duurt, maar gelukkig verschillende jaren. Ongeveer 8 à 10 jaar duurt het vooraleer een kleine, goedaardige polyp uitgroeit tot een groter kwaadaardig gezwel. We hebben dus met andere woorden voldoende tijd om die kleine polypen op te sporen en ervoor te zorgen dat ze niet kunnen uitgroeien tot een kwaadaardig gezwel. En daarvoor zijn simpele onderzoeken voor mogelijk. Nogmaals, een eenvoudig test van de stoelgang kan al heel veel ellende voorkomen.